Nou jongens, vanmorgen om 4:30 opgestaan en ik ben mijn koffer aan het pakken, want we gaan zo meteen naar Madrid. Het is maar voor een paar dagjes, dus pak een kleine koffer, dan gaan we dansen voor Nike. Zo, ik heb mijn Ernie shirt aan, ik ben er klaar voor. Het is nu 6 uur 's morgens en ik zit in de auto onderweg naar Schiphol. Nou, we zijn er. Schiphol. Ik heb mijn koffertje bij me. Op je strepen staan. Schiphol, jongens. Gewoon lekker vliegen. Het is dus inmiddels 6:30 in de ochtend en we hebben afgesproken bij de Starbucks. Ik ben benieuwd of ze er zijn. Het is nu 7:50 en wij vliegen om 8:00. En we moeten naar B35. We zijn bij B1. En we moeten sprinten, ik zie het al. Ja, we moeten sprinten, denk ik, hè? Oh, jongens, gaan we het halen? We hebben nog 10 minuten. Hoe heet dit? Dit is een? Dit? Ja, nee, dit. Dit is een? Dit is een stoel. En dit was een? Gang. Dus samen is dat een? Stoelgang. Ernie. Dankjewel. Luca, we gaan landen nu. Spannend. We zijn aangekomen op Madrid Airport. Dat is de groep. Orfeo. Ah, jongen. En we hebben eigenlijk nog maar, het is 10:55 en we hebben nog 55 minuten, dan begint de fitting al. Dan moeten we dus de kleding aanpassen die we deze show gaan dragen. Dus we hebben nu 55 minuten om te komen waar we moeten zijn. Synergy, bra. Nou, het is dus inmiddels 12:00 en wij horen nu eigenlijk een modelfitting te hebben. Hoi. Hallo. Dat is Lotte en dat is Sarah. Hey, hoi. Het groepje koffervinders. Ja. Het groepje koffervinders inderdaad, ja, want dat ging ik net uitleggen. De koffers zijn spoorloos. Nou heb ik mijn koffer wel en Lotte, jij hebt hem ook. Sarah ook, hè? De rest is... Maar de rest bijna niet. En we hebben net gehoord dat de koffers misschien wel naar Buenos Aires zijn verscheept of gevlogen. Dus ik ben heel benieuwd hoe we dit gaan oplossen. Want eigenlijk horen wij nu al dus de modelfitting te hebben. En om 2:00 begint de eerste repetitie offstage. En om 4:00 begint de eerste repetitie onstage. Dus het is ontzettend vervelend dat wij onze spullen niet hebben. Nou, dat geldt voor mij dan niet, want ik heb mijn spullen wel. Maar het is wel heel vervelend voor de rest van de groep. Dus ik ben benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. En ja, misschien dat de koffers er wel zijn hoor, maar waarschijnlijk dus niet. We wachten hier al een tijdje. Dus we gaan het meemaken. Oké, dus de helft van de groep heeft dus zijn koffers niet, maar wij wel, Orfeo. Yep. Ja. Got it. Check, show it, got show it. Ja, laten zien. Ja, absoluut. Maar wij gaan nu wel door, het is inmiddels 11:45. We gaan direct door naar de fitting, dus als het goed is staat er een taxi buiten. Dan gaan we die kant op en dan worden de koffers nagestuurd naar het hotel. Dus ik hoop dat we vanavond, als we dan aankomen, dat die anderen ook gewoon hun koffers hebben. Yes, de bus is er. Tup! 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 Ciner! Tup! Dit is de dikste bus waar ik ooit in heb gezeten. Heeft gewoon scherpjes! Gezellig, jongens. Ja. Oh, ja. Nou, lekker gezellig, maar dit bed is ja, helemaal kloten, hè. Staat helemaal in de weg. Sorry, man, of voor jou. Huh? Dips. Hey. Veel krijgt dat bed. Is niet erg, want die toilet is van mij. Die toilet. Oei, je moet wel op je Nederlands letten, hoor. Yup.
Zijn we klaar voor? Even eten. Yes, sir. Yes, sir. Nou, we hebben dus zojuist gerepeteerd, zoals je kan zien aan het zweet op mijn voorhoofd. Oh, 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 oh. Zoals je kan zien aan het zweet op mijn voorhoofd. En we zijn hier in het congrescentrum in Madrid. Nou, Sin. De repetitie zit erop voor vandaag. Yes, sir. We hebben de stage gezien, super tof. We hebben vandaag alleen nog maar de kleine stage gezien. Die andere die is in het centrum van Madrid. Yes. En de kleine stage voor morgen die zit in dit conventiecentrum. We hebben net even gegeten, het is nu hoe laat het? Het is 9 uur, de rest heeft nog steeds zijn bagage niet, dus die gaan even naar een mall. En wij moeten nog even blijven in het conventiecentrum, omdat wij zometeen toch nog een fitting hebben voor een andere categorie. Dus dan moeten we toch nog even andere kleding proberen. Dat is perfect. Perfect, ja. Nou, helemaal goed. Heb ik dat goed geformuleerd? Ja, man. Oké, dan. Nou, ondertussen hebben we nog een ijsje erbij. Alles. En gaan we nu even een rondje lopen in het hotel, denk ik. Okay. Even kijken wat er hier te beleven valt. We moeten op standby. We staan op standby voor het geval we naar die fitting moeten. Dus. Sowieso. Goed, nou doeg. Morgen, het is nu 6:15 's morgens. We zijn gisteravond om 10:30 weer te slapen, omdat we echt kapot waren na die vliegreis en het repeteren gisteren. Naast me zit Orfeo. Yes, al helemaal gedoucht en wel. Daar hebben we Sin ook gedoucht en wel. En we gaan lekker ontbijten. We hebben eigenlijk nog maar een kwartiertje, want om 7 uur moeten we alweer door. En dan gaan we verder repeteren. 7 uur toch? Goed nieuws van bagage. Oh ja, we hebben goed nieuws inderdaad. Heel goed. Wil jij het zeggen? Bagage is gevonden. Lekker ontbijtje erbij. Fruit, koffie, sap. Ja, mijn broodjes zijn erop. Ik zit hier nu dus in Madrid aan tafel met Monique. Oh, wacht, ik moet ook mijn Zoolander ja, doen. Ja, je weet heel interessant, ze vinden een wijntje, maar het is natuurlijk gewoon water. Zoolanderface. Zoolander. Maar wacht, nu lukt het me. Ja, ja, zo. Hey. Ik kan het niet. Jawel, dat kan je wel. Dat kan je wel. Ik kan goed. Monique is, technically speaking... Zijn baas. Mijn baas. Zij is mijn werkgever. Nog een hoge pief. Een hoge pief. Een lage pief. En ik ben een lage pief. Ik ben slechts een danser. Dat zeg ik altijd. Dat vindt ze altijd hartstikke leuk als ik zeg dat ik slechts een danser ben. Ze is ook een beetje dom. Ze vindt me ook een beetje dom. En ze intelligent. Dat is hetzelfde. Dus ik denk dat hier is bewezen wie er nou eigenlijk een beetje dom is. Dat komt op YouTube. Alleen dat stukje. Wat? Dat is mijn salaris. Cheapskate. Zo'n 1 cent. Ben je zo'n cheapskate? Luister, je hebt van mij al 99 cent gehad. Heb ik ooit dankjewel ervoor gehoord? Nee. Ze heeft 99 cent gehad, weet je waarom? Nee, betaald aan jou. Betaald. Niet aan mij, aan RTL. Niet, en ook gewoon in het echt. Oh, ook in het echt. Zie je? Ook in het echt, ook in het echt. Maar ze heeft ook 99 cent gehad. Om dus een Goede Tijden aflevering terug te kijken. De allereerste. Omdat ik dacht van, ik ben een goede vriend van haar, dan moet ik dat doen. Goed hè, ze is een goede vriend van me. We zitten nu backstage. En de show zit er bijna op. We hebben net running gedaan en sportswear. En we moeten zo meteen heel op training. En het is echt weer super vet. Er zijn ook een paar kindjes hier. Modellen uit Spanje. Super tof. Nou, ik heb gewoon de camera aangezet. Vertel eens wat leuks, Mo. Hoi. Hoi. Wat hebben we gedaan? Fatou is dom. Ja, ze vindt mij dom en ze noemt mij Fatou. Want ik heet Jufat. En ze zegt Fat, Juf, Fatou. Fatou. Niet van de trap afvallen. Maar vertel eens eventjes wat leuk. Wat hebben we vandaag gedaan? Ik niet zoveel. Niet zoveel? Nou, je hebt wel wat gedaan. Oké, ik heb een paar woorden gesproken voor een hele groep aardige mensen. Ah, dat deed ze best wel goed. Ja, en jij hebt wat heb ik gedaan? In een legging voor mensen gestaan. Nathan! What up bro? Chilling. Wat gaan we doen? Dansen. Dansen! Dansen! Matador! Matador, Matador Spanje. We gaan nu de bus in. Ja, ja. Hallo! Zeg eens hoi. Hallo, hallo, hallo. Ja, 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 ja. Gezellig hoor jongens. Hey Lisa. Hey, dat is Lisa Katz. Lisa Katz. Lisa, we gaan lekker dansen. Ja, lekker repeteren. Moet je kijken. Hey Lotje. Hey Lotje. Hey Jess. Hoi Jess. Hey wijfie. Alles lekker. Hey, Orfeo, Orfeo, mijn kamergenootje. Ja, ja, ja. Hey, wie is Shizen? Het is Shizen! Shizen! Oh my god, dat is Shizen. Hey, ja, flikker op met die cameraman. Dat is weer Sinnetje, die moet alles verpesten altijd. Sup, Gigi? Sup, Gigi? Love, man, love. Hij stuurt je love. All the way. Talking about love, in the back, we have Mr. Blanchard. Talking about love, you know what I'm saying? Oh, love. Kijk hem zitten, kijk hem zitten. You know, you know.
altijd als mensen achter in de bus zitten, dan weet je wat voor mensen het zijn. Oh my god, kan je me uitleggen hoe je je make-up doet? Want het is zo mooi. En jaren, oh my god. Je moet me echt leren hoor. Jesus, oh my god. Giselle, je bent zo mooi. Zo fantastisch. Wat je doet. Weet je niet zeker of hij ADHD heeft? Maar... ADHD? Nee. Maar vertel, ja? Ik zit hier. Hij is bekend van... GTST. De commentator van vandaag is Shizen. Hoe lang heb jij al je dansschool, Juvant? Ik heb mijn dansschool nu 4 jaar. En ik ben bij de eerste dag geweest. Dag 1. Shizen Wong was erbij. Support, support. Toen was ik 16. 16, sweet 16. Feestje, alles. Heb je op de motor gezeten? Klopt. Op de motor heb ik je opgehaald van het station. Ja, ja, ja. Dat is een flirt. Nee, het is geen... Oh my god. Maar je was 16. Broerachtig. Ja, toch? Dan gaan we nu doen alsof ik altijd je grote broer ben geweest. Ik wil even een beetje spanning inbrengen. Maar zo was het wel. Gewoon, gewoon ophalen. Gewoon... Heb je zo'n bundel, gewoon internetbundel naar buitenland? Nee, man. Heb ik niet. Ik heb KPN. En KPN die biedt dat... ADHD dus. ADHD, ja. Nou, ik denk dat ik ADD zou kunnen hebben. Testen hoe lang hij serieus kan antwoorden. Vanaf okay. Nu? Gewoon met 1 zin en dan een punt. Eén ja? Zin en dan een punt, oké. Okay. Weet je dat? Je moet ja. Wel vragen stellen, Suzanne. Ja, er moet wel vragen komen. Hiervan. Ja, wat Suzanne. Wat zijn jouw verdere doelen in het leven? Mijn... Nee, mag niet. Ik wil heel graag genieten van het leven. Dat wil je nu ook al. Maar heb je nog echt een carrière doel dat je wil hebben? Ik wil andere mensen, voornamelijk jongeren, inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Door dat. Dans is een middel, maar het is niet het uiteindelijke doel. We zijn er jongens, Matadero Madrid. We hebben net weer een repetitie gehad. En we hebben even 5 minuten pauze en dan moeten we weer voluit. We zijn kapot. Stick in, I can talk to you, the crazy stuff. Ja, ja. Mensen hebben een biertje erbij, een wijntje erbij. Gezellig. Het is 8:15 en de repetitie is afgelopen. En het wordt gevierd. En het mag ook. Gezelligheid. Alleen, ik zelf drink dus geen alcohol. Dus ik heb nu even niks in mijn hand. Maar dat komt later wel. Het gaat erom dat we gezellig zijn met z'n allen. Echt, we gaan een groepsfoto maken. With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop Dio Double G. But somehow, some way, keep coming with that funky ass shit every single day. The very first time yeah, that I saw your brown eyes, your lips said hello and I said hi. I knew right then you were the one. But I was caught up in physical attraction. But to my satisfaction, baby, you are more than just a friend. And if I ever fall in love again, I will be sure that the lady is a friend. And if I ever fall in love, so true, baby. I will be sure that the lady's just like you. Nou, mensen, het is nu 8:00 AM, laatste dag, woensdag, woensdagochtend. Is dinsdagochtend? Juist, dinsdagochtend. Morgen, klopt, woensdag vliegen we. Dinsdagochtend en wij gaan nu naar de Matadero om daar de laatste show te dansen. En het is eigenlijk best wel frisjes, het is 21 graden schijnt het vandaag te zijn. Daar hadden we niet echt rekening mee gehouden. Maar ik hou van die Spanjaarden praten. Nou, lekker dansen. Ik kom nu aan op bestemming en iedereen is echt top. Even lekker vrij, eventjes 3 uurtjes en dan gaan we terug. En dan hebben we twee keer een general rehearsal. En dan de laatste keer dan hebben we de show gewoon. Die show begint om 7:30 vanavond, we moeten om 3 uur terug zijn. Dus
hebben we een paar uurtjes, gaan we even lekker de stad in. Maar eerst even bijkomen. Want vanaf 9 uur 's morgens keihard trainen is best zwaar, zoals je kan zien. Señor, habla español, habla español. Yo no quiero morir. No. No. Yo no quiero morir. Tú parla español. Yo soy español. Chillen in Madrid. Ik ben net even wat geshopt. Ah jongens, gezelligheid in de lift. Ja! Hartstikke! Ik mis jullie. Niet springen! Laatste avond. Feestje op de hotelkamer. We gaan zo de stad in. Show zit erop. It's done. Morgenochtend om 6 uur worden we opgehaald uit het hotel. Maar vanavond komen we lekker los, toch, Gigi? Orfeo. Orfeo, je staat op camera, man. Dat is geschreven. Ja, dat is geschreven. Oh, je viel. Pleister. Zo hinderlijk. Zo, let's go. Nu kun je dit gelukkig. Deze man, hè. Koude man kaak op de vloer. Kijk. Gekke dingen hier zo, gekke dingen. In het hotel, het is 1 uur s'nachts. En er is zomaar een bed. Met mijn mattie taxi, hij zegt maricon. Nu ben ik hier, ja, je weet de boy die komt. Als het moet in de club met een paar lala's. Nu ben ik hier met de boys in de shashala. Naar de club ga ik challa, je weet wie het is. Ja, de boy Biggie Balla. Biggie Balla, 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 Biggie Balla. Ja. Ik heb het hoog in mijn boom, man, alsof ik aan de wiet zit. Maar ik maak stappen, ja, alsof ik aan de speed zit. Is oké. Okay. Mannen praten over meer. Maricon. Is oké, zeg ik. Laatste ochtend, het is 6 uur nu. We zijn kapot, we hebben even een uurtje geslapen. Spullen gepakt en nu haasten. Helemaal alle kloten. Dat dus. En haasten om ons vliegtuig te halen. Koffer staat klaar. Let's go, heren. Oeh, het is te vroeg. Het is zo vroeg. Het is zo vroeg zin. Vroeg. Orfeo, het is te vroeg. Zo vroeg kan ik voel me moe. Moe. Bam. Thanks bro. Dit is raar, want we zien dus geen Amsterdam staan. Wel om 7:50 worden. Nou, wat bleek, we vliegen niet eens met Iberia, dus we waren helemaal bij de verkeerde terminal. En nu moeten we de bus pakken naar terminal 2, want we stonden bij terminal 4. Haast, we zijn aangekomen bij terminal 2 en we hebben geen flauw idee waar we heen moeten. Maar zo gauw mogelijk een check-in balie vinden. Haast. Madrid Airport is kei groot. Nu al moe van lopen. Ah, nog een roltrap. Nog een uurtje. Me singing, don't worry, do 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 about a thing, do 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 do, 'cause every little thing is gonna be alright. Dus je zegt dat we maar een paar minuutjes hebben en dat je niet weet of we het gaan halen. Maar dat is mevrouw Martinez en mevrouw Martinez is een topper. Die gaat het gewoon regelen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Gooi het vertrouwen in het universum.
en je wordt beloond. Stress. Kan ik even een broodje halen zo? Nog. Ook dit nog. Rijtje na rijtje na rijtje. Het wordt steeds spannender. Auw. We hebben nog 20 minuten en we lopen nu naar de gate. Zelf nog rustig tijd. Maar wij om even een koffietje te doen. Rustig tijd. We hebben helemaal geen rustig tijd. Nee, we vliegen wel over 10 minuten. Dus ik moet wel eventjes... Ja, maar wel rustig aan. Rustig aan. Rustig aan. Hé, zie je? We hebben in totaal nog 5 minuten. 5 minuten. Ja, 5 minuten. Oké, let's go. Stress. Let's go, we moeten gaan. Oké, let's go. Later. De la Alianza SkyTeam, el comandante, el señor Muñiz y toda la tripulación, queremos darles nuestra más cordial bienvenida a bordo de este avión 737-800 en código compartido con las compañías Aeroméxico.